Hier in de regenpijp een nestje. Want je hoort ze. Hoor je dat? Klinkt eerder als muizen, maar ik denk dat het vogeltjes zijn, want je ziet ook hier allemaal takjes liggen. Allemaal takjes die waarschijnlijk hier uit de buis komen. Ze zijn goed tekeer daar. We gaan even met gasflessen naar beneden. En kijk eens wat een wolkendek. Het lijkt wel een heel zacht kussen waar je zo op kan springen. En dan zie je natuurlijk in de vroege zon, de zon is net boven de berg, zie je al die amandelbomen in de bloei. Lies is even de auto halen, die staat op het plein. En dan gaan we even naar beneden. Maar het is toch weer lekker wakker worden zo. Het is daar wel helemaal, nou ja, je ziet wel een beetje een soort van wolkjes. Maar het is verder gewoon wel blauw. Ik zie daar in één keer een dek opkomen. Dus het kan best zijn dat het hier nu echt lekker warm is. Want het is echt niet koud. En dat het beneden een hartstikke fris is. Een hele goede morgen. Alles goed. Maria! Alles is dicht. Nog niet gezien. Ik ga even de auto halen. Die heb ik gisteravond op het plein geparkeerd. Want de mensen hier in het dorp nemen het niet zo nauw met parkeren. Dus die parkeren soms heel wijd. En dan moet je je auto ergens anders inzetten. Het is echt super mooi. Die hele bergen zijn helemaal roze. Het is echt wel de moeite waard om een bezoekje te brengen aan Polopos. Als jullie dat ooit een keer willen doen. Strak blauwe lucht weer. Hè? Ja, er zit wel wat. Komt wel bewolking van zee. Kan ik jullie ook laten zien. Kijk. Het is net zo'n hele dikke donsdeken die er ligt. En dan zie je het zo. Dan zien jullie de amandeltrees in de bloei. Nou. De vuilnis is er. Kan ik gelijk even vragen welke dag het grof vuil ook weer is. Dat is volgens mij donderdag. We gaan even lunchen in de supermarkt. Ja, we gaan strakjes naar de supermarkt en die is daar. En hier kunnen we lekker even een broodje eten. Oh, koffie staat er ook op. Koffie staat er ook op. Jongens, ik heb een cortado. Ja. Dus dat is een echte, echte lekkere verse bak koffie. Met een heel klein beetje melk. Ja. 1,40. Wat betalen jullie nou voor een koffie? Laat het even weten onder in de reacties. Zijn we heel erg benieuwd naar. Dus we gaan even winkelen, wou ik zeggen. Even boodschappen halen. En de grote Ocampo. Ik weet niet of jullie die wel eens hebben gehoord. Nog nooit. Hebben ze gezien. Nee, maar misschien komen de mensen in Spanje die denken, hey, ik kom ook uit Spanje. Ik ken de Ocampo. Dat is dus gewoon een supermarkt waar je gewoon alles hebt. Je hebt wasmachines, je hebt kleding. Je hebt tv's, je hebt boodschappen, je hebt van alles. Koffiezetapparaten, noem maar. Maar wij hebben volgens mij nog nooit gevlogd. Nee, dus dan kunnen we zo wel even een rondje doen. Want als je hierheen gaat, kan je dus gewoon echt alles halen. Ze hebben dingen voor de auto. Ze hebben echt, nou, noem het.
het zo gek of ze hebben het. We gaan even kijken bij de Alcambo. En je ziet ook dat het weer Valentijn wordt. Oh, denk je dat Daniel want... dat ze een filmen? Ja, geen idee. Kijk. Je hebt hier dus allemaal babyspullen. Ik heb gewoon aangehouden. Je piepte. Kleding. Ik zei, deze trui komt uit Nederland. Dat is helemaal niet zo. En die heb ik hier gekocht bij... Oh. Herenkleding. Zonnebrillen, dames. Ja, dan nemen we dat die hele pup mee. Ja, dan zijn we voorlopig even klaar. Een nieuwe van alles. Leuk truitje. Kost geen drol. Nog leuke sieraden. Nou, ze hebben van alles hier. Schoenen heb je hier zelfs. Geurstokjes. Kijk, kussens en alles. En hier heb je dan al die apparaten. Wasmachines. Elektronica. Grote tv's. Moet je kijken wat zo'n tv hier kost. Het is toch geen geld? Ja, het is wel geld, maar ik bedoel vergeleken met Nederland. Het scheelt een hele hoop beugels. Je hebt hier echt van alles. Hondenafdeling is ook allemaal nog offerta. Kijk. Lijstjes. Keukenspullen. Ja, en dan begint vanaf hier ongeveer wel. Heb je ook nog allemaal keukenspullen. Droge rekjes. Van alles. Pannen. En dan daar... Dan begint het zelfs met kussens en alles. En nou, daar begint de supermarkt. We gaan even tanken en dan zal ik jullie even laten zien, jongens. Het is hier 1 euro en ja, afgerond 36 cent voor de benzine. En 1,30 euro afgerond voor de diesel. Nou, dat is toch geen geld? Zo kan je nog wel even tanken en een rondje rijden. Is tenminste beter, hè? Betere prijzen dan in Nederland. Ja, dat is niet normaal. We hebben even koffie gedronken in Lamamola. En kijk eens even. 27 graden. Dat is toch wel erg warm. We gaan even een rondje door op dorp doen. Kijk eens hoe gezellig. De lampjes zijn weer aan. En daarachter kon je net zien, daar gaat de zon onder. En moet je nog eens kijken hoe blauw de lucht is. Terwijl het nu 7 uur is. En volgens mij is het in Nederland gewoon al donker. Terwijl hier schijnt nog net niet de zon, want die is daar aan het achtergaan. Dus we gaan even gezellig een rondje door het dorp. En je ziet nu hier zo een heel mooi... bloesempje van de boom. Als hij wil scherp stellen. Nou, hij schelt niet schelt sterp, maar stelt scherp, moeilijk woord. Op het achterste bloemetje. Kijk, de mooie bloemetjes. Leuk, hè? Dan gaan we weer even naar het middenplein lopen. En dit is het enigste gezellige licht dat ze kennen hier in het dorp. Is het gele licht, want de rest is allemaal wit. Net als in de huizen. Oh, boom. Het dorp... Oeh, takken. Hele lange takken. Het dorp blijft toch wel mooi van dit uitzicht hier zo. Ja. Wel een mooi punt. We zijn te laat voor de zonsopgang. Ja. We zijn ook te laat voor de zonsopgang. Of te vroeg, het is maar net hoe je het bekijkt. Je moet nog even in de tour in de plek. Je hebt nog interesse in de flat. Het is heel mooi als je er boven zo'n infinity pool doet. Weet je? Infinity pool doet, bovenaan het terras. Ja. Zo. Ja, stort de boel naar beneden. Volgens mij hoorde ik zeggen dat het helemaal afgebroken moet worden. Oh ja? Dat er betonrot in zit. Dat is niet best. Gaan we zo om? Ja, kunnen we even bij het roze huis kijken. Wat waarschijnlijk nog niet roze is. Maar ze wel flink aan het verbouwen zijn. Ja. Als het goed is. En het ontzettend leuke kattensteegje. Oh, wat is daar dan aan de hand? We
moet ook nog wel flink wat gedaan worden. Dat komt die ook niet aan. Misschien waren ze de deur wel aan het dicht doen. Kan ook nog. En dan zijn we nu weer aan de andere kant van het gebouw. Je kan dus ook hier omhoog. Maar dat hebben we nu even niet gedaan. Lijkt erop alsof de bar open is. Ik hoor nog een dumper. We gaan even een drankje drinken, als het kan. Hey Demi. Hey, hallo. Wat hebben wij vandaag gedaan? Wij hebben het bed veranderd. Zal ik dat even uitleggen aan iedereen? Ja. Hoe ging dat? Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja? Ja, vond ik wel. Kijk, we hebben de kachel aan. Ik ga lopen even met jullie mee, gewoon naar de studio van het programma. Kijk, het is best wel fripsjes. En Demi heeft ook nog eventjes een dekbed erop. Die slaapt nu even hier. Hier staat ook lekker het kacheltje aan. Maar wat was nou? We hadden natuurlijk dat bed gemaakt tijdens het programma. Maar wat was nou? Deze, die staat aan de buitenkant hier zo. En als je dan eraan stootte, het was ook heel laag. Als je er dan aan stootte, dan kreeg je een soortement van, door dat hout, een soortement van, nou ja, rot gevoel toch in je been. En dat duurde heel erg lang. Dus dat maakte ons zorgen over het hout. En wat hebben we nou gedaan? Dat hebben we gewoon helemaal mooi bekleed, Demi en ik, vandaag. En dan hebben we gewoon poten naar de binnenkant gedaan. Dus als je nu niet hier staat, dan doe je niet meer pijn. Wat hebben we ook gedaan? Omdat we de poten zo gedaan hebben, is het bed omhoog gekomen. Hoe leuk is dat? Oh, gaat bijna de kachel uit. Dus als je dan erop gaat zitten, dan zit je op hoogte. Nou, het is wel een beetje aparte kleur. Maar goed, we hebben vast deze eromheen gedaan. Je ziet het niet echt. En dan, want ik had natuurlijk de dekbedden met de schilderijtjes gecombineerd. Maar we doen hem nog wel een keer. We doen hem nog wel een keer met een andere kleur bekleden erbij. Wordt het steeds dikker, dat is ook wel fijn. Ik neem jullie even mee naar buiten. Want het is vandaag iets minder weer. Hopla, je ging even doorheen. Kijk, jongens, dikke wolken. Kijk, daar, oh, zien jullie daar? Het is zo hard waait het. Daar gaan alle doeken heen en weer, zien jullie het? Van de wind. Het zonnetje staat daar achter. Wat ik jullie nou wilde laten zien. Kijk, dit is de tafel natuurlijk die buiten staat. En die wordt elke keer hartstikke vies. Ja, nu Demi en ik toch in de klusmode zijn, gaan we deze tafel helemaal een facelift geven. Daar gaan we dan tegels op doen. En dan een houten balk eromheen. Dan gaan we dat goed vastboren, zodat hij gewoon lekker buiten kan. Maar moet je eens kijken hoe het waait. En dan sta ik hier ook met de blote armen buiten. Maar het is vandaag echt minder weer. Kijk, jullie zien het. De druif is helemaal kaal. Als het mooi weer is, dan gaat hij ook weer groeien. Kijk, even deze eraf halen. Hij is er afgewaaid. Zo, dan krijgt hij licht, want dat is van de lampjes die gaan 's avonds aan. Dus gaan we vanavond eventjes filmen of de boel aan is. Zodat het allemaal gezellig eruit ziet. Kijk, groen, dat is allemaal onkruid, het moet eruit. José, onze lieve buurman, heeft de roos geknipt. En hier zie je ook alweer de bloemetjes in komen. Deze is helaas de pruim overleden. De appelboom ook. Maar er zie twee citroenenbomen doen het wel. Dus we gaan volgende week eventjes de tuin opknappen. Gedoucht en wel zijn we weer klaar voor een nieuwe dag. Maar in ieder geval is deze vlog afgelopen.
Dus ik hoop dat jullie even een duimpje omhoog willen doen. Even jullie abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie later weer. Doei!